Dat worden weer hilarische opnames. Ja, altijd. Ja, altijd. Oh, die is echt. Nou, en dat is Dio. Hey kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. Doe alvast het blauwe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Ik sta nu op het punt om weg te gaan, want wij gaan met die vijf weer twee daagjes weg. Dat worden weer hilarische opnames, maar die beelden kunnen jullie natuurlijk binnenkort terugzien op Die Vijf, een YouTube kanaal waarop je uiteraard ook kan abonneren. We zijn met vijf dames, Irma, Edith, Suzanne, Esther en ik. Hartstikke leuk. Vijf verschillende dames die allerlei leuke avonturen beleven. Ik zal even mijn koffertje laten zien. Hier is mijn koffertje. Mijn koffertje ligt al klaar. Die ga ik zo dicht doen. Ik zal nog heel even de camera omdraaien. Marcel, die blijft natuurlijk thuis, want ik ga met de dames op pad. Ja. Ik zit dus nu in de auto en ik ben onderweg naar Slingens, het metrostation in Rotterdam. En ik heb zo'n zin om ze allemaal weer te zien. En ik heb echt zin in deze twee dagen weer. Ik ga snel doorrijden. Ik ben aangekomen op Den Haag Centraal. Ik ga nu gauw naar de centrale hal. Kijken waar de anderen zijn. Den Haag Centraal. Aangekomen beneden in de stationshal. Ik ga maar even naar binnen bij Starbucks. Hallo! Zo, ik kom met de koffer in huis vallen. Wat zien jullie er mooi uit? Gezellig. Ja. Je hebt nog een bescheiden koffertje. Ja. Oh, wat ik heb een heel... Ik heb echt wel een mega groot ding. Ja, nou ja. Ja, hij is inderdaad iets kleiner. Ja, maar groter denk ik. Ja, groter? Oh, ik heb wel moeten proppen hoor. Ik heb maar een paar lange laarzen inderdaad meegenomen. En korte laarsjes. En de rest ging er niet meer in. Daar zijn ze. Compleet. Ah, de koffertjes worden steeds kleiner. Goed. Het is namelijk leuk zo met die camera's allebei. Hi, schatje. Hoe gaat het? Goed. En met jou? Heel goed. Fijn om jou weer te zien. Ja, een tripje met die vijf zit er weer op. Dus we gaan allemaal naar huis. Was gezellig, hè, dames? Ja. Genoten. Online. Yes. En nu met piepende bandjes naar huis. Want we zijn allemaal wel weer een beetje moe. Oh, kom naar binnen en kijk eens. Wat een welkom. Ja. Hier hebben we daar. Mijn zoon. Hallo. Tijd geleden. Ja, die is alleen maar op vakantie, jij, hè? Ja. Ja. En jij? En je man is Wat zit je lekker te eten? Wat zit je lekker te eten? Ja, dit is van Gio nog. Dit is klaar. Oh, lekker. En mijn dochter? Hoi. Nou, eerst jou maar even een kusje geven. Heb je me gemist? Ja, jongen. Ja? Ja. Oh, nou, dus toch wel gemist. Ja. En Melanie? Ja. Ben jij nu ineens de vrouw des huizes? Ik ben aan het koken. Aan het koken? Oeh, en wat ben je aan het koken? Rijst! Lekker! Kip! Zo. Wat soms heet. Echt waar, alles is voor mij alleen. Ja. Goed hoor. Krijg ik ook nog een kus. Nou, dus jullie zijn blij dat ik weer thuis ben. Ja. Dus ik ben weer thuis. En alle beelden gaan jullie natuurlijk zien. Of die kunnen jullie natuurlijk terugzien in de video's van Die Vijf. Zodra die online komen, dan kan je dat via mijn Instagram story zien. Kunnen jullie gaan zien wat we deze twee dagen beleefd hebben. Dus hou mijn Instagram ook in de gaten. Morgen, we staan op punt om weg te gaan. We gaan onze nagels weer laten doen. Gelukkig wel, want ze zien er niet meer zo mooi uit. Nou ja, ik wil gewoon iets lichtere kleur weer. Want dit is eigenlijk nog van de kerst. We gaan dus op weg naar Chanvinil Bar. Maar Marcel belde dat er een ongeluk gebeurd was op de A29. Dus dat er een flinke file staat. Dus we moeten opschieten, want anders dan zijn we te laat. We hebben het gered. We zijn er. We moesten er om 10:10 zijn. En het is nu... 10:00. 10:00. En ik ga even Mel de billen knijpen. Nee. Want die heeft hele erg spierpijn in de billen. Maar we gaan naar binnen toe. Melanie, weet jij wat je wil? Ja, ik denk aan baby boom. Oh, we zijn er wel vrij snel. Ja, maar weet je nog niet zeker. En wat is baby boom? Ja. Rollen met de billenrandje. En nu nog een keer zonder je handen. Rollen met een wit randje. Roze met een wit randje. Ja, en ik wil dat ook. Ja, dat moet wel leuk dan. Maar jij neemt het gewoon. Ga ik misschien ook met gewoon. Ga je mij weer naapen? Nee, ik ga jij niet na. Of ga je mij weer naapen? Ik doe je altijd. Ja, altijd. Die is echt hard. Nou, echt niet hoor. Echt niet. Kom je daar naar buiten? Nee, echt niet. Ja, ja, ja. Ik aap je nooit na. Want ik heb hele andere nagels dan dat jij hebt.
Nu wel, ja. En normaal ook? Vorige keer zei je, oh ja, misschien doet dat ook wel. Misschien, maar dat heb ik nooit gedaan. Jawel, echt wel. Nee, echt niet. Nou, nee, jawel. Niet waar. Nee. Kijk, er is ook zoveel keus. In kleuren, glitters. Ja, wat moet je nou kiezen? Melanie zit alvast. Ik ben hier aan de beurt. Ik ga zitten. Nou, Julie, dankjewel weer. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja, ik heb hier mooie nagels en ja. Melanie ook. Ik ga ze even laten zien. Kijk, dit zijn de nagels van Melanie. Met een mooi glittertje erop. En een mooi puntje. Ben je er blij mee? Ja, super blij. Ja, super blij? Ja. Ik heb French manicure. Vind ik ook wel weer eens een keer heel mooi. Met zo'n wit randje. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb ze ook iets korter gedaan. Vind ik wel weer even wat fijn. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag vandaag. En ik ben vandaag begonnen om weer eventjes wat gembershotjes te maken. Hallo? Hi. Gio heeft hier een nachtje geslapen, dus die roept mij nu. Hallo? Hallo? Oh, kijk nou. Ben je ook het filmen? Ben je ook het filmen, ja? Ja, ik kan het filmen. Oké. Maar zoals ik al zei, ik neem elke ochtend een gembershotje. En dat maak ik met een slow juicer. Hier liggen alle onderdelen. Die heb ik dus net schoongemaakt en afgewassen. Dit is de gember. Het zijn grote stukken. Die snij ik dan klein. En dan krijg je dus gember. Ik heb een heel flesje in de koelkast al klaarstaan. Want ik neem elke dag één. Dus ik maak gelijk wat voorraad, zeg maar. Dat is de gember. En om de dag goed te beginnen, neem ik dus elke dag een shotje. Ik zal in een volgende video wel even laten zien hoe het apparaat precies werkt. Hoe de gember dan tot sap komt. Gio die heeft hier een nachtje geslapen. Zullen jullie wel afvragen waarom. Maar hij heeft hier een nachtje geslapen, want gisteravond is het laat geworden. We hebben nog laat naar een goede serie zitten kijken op Netflix. En het was heel mistig. Dus toen zeiden we van, nou ja, blijf lekker slapen. Dan hoef je ook niet meer door die mist naar huis. Vandaar dat hij hier nu net wakker wordt. Ik heb een lekker ontbijtje gemaakt voor Gio. Lekker twee broodjes met een eitje en boterham met pindakaas. Is het. Ik vind het altijd wel weer gezellig natuurlijk als moeder zijnde. Als je kind wat uit huis woont weer gezellig thuis is, kun je toch weer een beetje voor hem zorgen. En ja, gewoon gezellig als vanouds. Ik heb zo'n ontbijtje gebracht. Lekker Gio? Thanks. Nou, ik vind het gezellig dat je er bent hoor. Ja? Ja, zeker. Hij is de video hier aan het editen. Dus hij blijft lopen nog even hier. Vind ik wel gezellig. Dat is natuurlijk het mooie, omdat Melanie en ik natuurlijk ook editen en vlogs maken. Hebben we hier eigenlijk alles. Dus we hebben een studio, we hebben softlampen, we hebben editprogramma's. Dus hij kan op mijn computer of op Melanie's computer, kan hij gewoon lekker editen ook hier. Maar vanmiddag zal hij weer lekker naar zijn eigen huis gaan en naar zijn poesjes. Maar zo'n nachtje, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Een nieuwe dag. Ik ga op weg naar Gio. Die is inmiddels weer thuis. Ik heb wat boodschapjes voor hem gehaald, wat kattenvoer en wat dergelijke dingen. Ik ga eventjes zijn was doen. Ik heb ook wasmiddel gekocht. En even kijken hoe zijn huis eruit ziet. Het zal vast netjes zijn, want hij houdt het heel goed bij. Maar ja, zoals de was en strijken en dat soort dingen, zijn bed verschonen en een beetje stofzuigen dweilen, toilet schoonmaken. Dat doe ik nog steeds. Alle beetjes helpen toch? Hij heeft het druk genoeg. Ik ga nu gauw naar hem toe. Ik ben nu bij Gio. Die heeft net heerlijke tosti's voor ons gemaakt. Hij is nu net naar beneden. Ik ga ook zo naar beneden, want we gaan eventjes op pad. Even kijken voor een mooie kamerplant of zo, want een boom is nu weg. Dus dan moeten we toch even kijken of we daar iets anders voor kunnen neerzetten. Zijn wasje zit er weer in de droger. Die is klaar. Dat is de was van Dubai nog en van Oostenrijk. Daar ben ik ook mee bezig. Ik ga nu de ene was in de droger doen en weer een nieuwe was erin. En ik ga naar beneden. Oh, hij belt me al, want hij staat op mij te wachten. Ik zit bij Gio in de auto en we zijn aangekomen bij... Loods 5. We gaan samen even binnenkijken, want hij heeft met oud en nieuw een bloempot kapot gegooid. Nee, ik niet. Nee. Vincent, die stootte er per ongeluk tegenaan tijdens een spelletje. Ja. Kan je terugzien in Gio's video trouwens. Maar hij moet dus een nieuwe bloempot hebben. En zoals ik al zei, zijn kerstboom is weg. Dus daar wil hij ook nog een nieuwe mooie plant voor. Dus daar gaan we ook nog even kijken. Misschien niet hier, maar ergens anders. We gaan maar naar binnen. Ja. Gezellig. Let's gezellig go. Uitje met mijn zoon. Leuk hè? Heb je al wat gezien? Nee, in principe, als je ook in de hoek zit. Ja. Een stoeltje. Het is wel een design stoel. Als je dat in de hoek zet en dan een plant ernaast. Dan... Ga zitten dan. Zit het moet wel heel lekker zitten ook. Ja, ik kan wel echt zo heel lekker zo uit het raam kijken dan ook. Ja. Weet je wat ik het jammer vind aan die hangstoel, die zwaait zo. Ja. Is leuk, daar is die voor, dat snap ik. Maar het is ook lekker als je gewoon even lekker zo kan zitten en zo uit het raam kan staren. Het is ook wel leuk met die tafeltjes. Ja.
Kan je één tafeltje als bijzettafeltje en eentje voor je voeten erop. Ja. Die heeft wel goede ideeën, vind ik eigenlijk. Kijk nou, dit is een leuk poefje, maar dat is gemaakt van allemaal labels van broeken. Oh ja, ik zie het. Zie je, dus ja. Levi's zie je, Riders, Denim, Only. Dit is echt leuk. Dat kan je als voetenbankje ook gebruiken, zie je? Ja. En dan met dat stoeltje erbij en zo'n tafeltje. Ja. Klopt. En geslaagd. Tio heeft een heel leuk stoeltje en dat poefje wat ik liet zien. En een leuk kussentje. We staan nu bij het magazijn en daar komen ze het zo brengen. Dus nou, wel leuk. Ik ben weer bij Tio thuis en ik heb de spulletjes alvast naar binnen gezet. Hij is even zijn auto wegzetten. Dat is het poefje met het kussen en de stoel. Mooi? Vind je het mooi? Dat is de droger. Oh, kijk zijn neusje. Was er mooi bij de vloer trouwens. Ik zal even lichten aandoen hier. Zo en zo. En dan gaan we het stoeltje even neerzetten. Ik ben benieuwd hoe het staat. De influencerstoel heb ik uit elkaar gehaald. Dio is alweer snel door naar zijn volgende afspraak. Ik heb hem hier achter me staan. Daar staat hij. En het onderstel dat heb ik in de berging gezet. Maar ik denk dat ik hem maar mee naar huis ga nemen. Misschien kan ik hem bij ons thuis onder de overkapping zetten. En zo niet, dan moeten we een andere bestemming daarvoor vinden. We gaan het wel zien waar de influencerstoel terecht komt. Zo, we hebben vandaag even een beetje relaxed dag. We zijn gisteravond nog uit eten geweest met allemaal neven en nichten van mij. Doen we eens in het jaar proberen we dat. We zijn nu lekker aan het eten. En kijk eens wat ik gemaakt heb. Moet jullie maar laten weten of je het kent en of je het ook lekker vindt. Melanie, die vindt dit in ieder geval heel erg lekker. En Marcel ook trouwens. En jij, John? Jij ook? Lekker, ja. Ja? Het is namelijk, nou ja, ik kan de pan wel even filmen, maar die is helemaal leeg. Het is namelijk draadjesvlees, zo noemen we dat. Dat valt helemaal uit elkaar. Als je het dus eerst aanbraadt, dan doe je het een beetje kruiden. Een laurierblaadje erbij, een beetje azijn en wat water met bouillon. Dan laat je dat 5 tot 5,5 uur staan. Dan heb je dit heerlijke vlees. En dan smelt het op je tong. En dan smelt het op je tong, inderdaad. Ja. Kijk, hier zie je precies goed waarom het dus draadjesvlees heet. Het zijn dus eigenlijk net kleine draadjes. Het vlees valt helemaal uit elkaar. Met een beetje spinazie erbij en een lekker aardappeltje hebben we toch weer een heerlijke maaltijd. Dus we gaan lekker eten. Goedemorgen. Op dit moment zitten we in de auto. Marcel en ik. En zijn we op weg naar Gio. Marcel en Gio die hebben een afspraak dadelijk. En dan komt bij Gio, kan de hele dag iemand thuiskomen voor zijn brandalarm, zijn brandinstallatie. Dus dan moet er iemand thuis zijn. En dan ben ik daar, want zij zijn weg. De korte film die jullie in mijn vorige video hebben gezien, waar ik in speel, die is te zien op mijn YouTube-kanaal. En ik zal het linkje van dat YouTube-kanaal hieronder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie die film ook gaan kijken. Dus linkje onder in de beschrijving en ga gauw kijken. Inmiddels ben ik bij Gio thuis. En jullie hebben natuurlijk gezien dat wij bij Loods 5 waren om dat stoeltje te kopen. En hij heeft het hier neergezet, maar het is echt wat voor Gio. Het is wel zo schattig. Hij heeft het heel leuk neergezet, maar... Kijk, hier staat het. Alleen, hoe zet hij het neer? Met het prijsje er nog op en het kaartje er nog aan. Het is wel een heel leuk setje, leuke combinatie. Ik ga maar even het prijsje en het kaartje eraf halen, want dat hoort natuurlijk niet. Maar ja, dat is Gio. Marcel en Gio die zijn weer terug, dus we gaan weer naar huis. Ik heb even zijn badkamer gedaan en ik heb even zijn stoeltje schoongemaakt, zoals ik al zei. En de rest nog een beetje schoongemaakt, maar moet je dit zien. Kapjones, heb je een beetje kapjones? Hoi. Hoi? Hoi. Kijk die pootjes nou, hoe die ligt. Kapjones naar je, hoi. Wat een air, hè? Nou. Wat een air heb je. Hier ligt de ander, boven op tafel. Ze weten het wel allemaal hoor. Ik loop even naar Gio, even gedag zeggen. Die is aan het editen hier. Dit dus... Deze zal vast niet echt rijden. Zo maar zie je, maar... dat hij alles gewoon zelf nog doet. Wel heel ziek. Hé Gio? Oké, gaaf. We zijn weer thuis en Ja, en toen? We zijn weer thuis. Melanie, die ben ik eigenlijk even aan het zoeken, maar ik denk dat ze hier is. Ben je hier? Oh, kijk. Melanie, die heeft een heel mooi plekje. De eigen kantoortje, eigen bureautje. Ik zit daar. Altijd te editen. En hier zit Melanie, die is nu ook aan het editen. Nou, ik ben nu bezig met een thumbnail.
Oh, ze is nu bezig met een thumbnail. Zo zie je maar dat, nou ja, Gio was al aan het editen. Melanie nu ook, dus we zijn allemaal druk aan het werk. Marcel die is naar boven, maar bij deze wil ik ook weer de video afsluiten. En jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. En kijk eens even op mijn Instagram, Louise Latoy. Het zou leuk zijn als je me zou volgen. Dus voor deze nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!